Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Cortino Seval. Hij heeft een hondenhotel en ook een hondentrainingsinstituut, K9 Kingdom. Daarover praten wij met hem vandaag in Q-Time. What we need is a little Q-Time. Cortino, goeiedag. Hoe gaat het met jou? Ja, gaat goed. Oké, laten we een beetje kennis maken met jou. Vertel eens wat meer over jezelf, voordat we over K9 Kingdom gaan praten. Oké, ik ben Cortino Seval. Ik ben 22 jaar. Ik ben hondentrainer. En K9 Kingdom is dus een hondenschool en hondenhotel. Dus we vangen honden op voor mensen die op vakantie gaan en hun hond willen laten. En als ze ook tegelijkertijd willen trainen, doen we dat ook. Ja. Oké. Okay. Je bent nu 22, je bent vrij jong. Yeah. Ja. En je mag zeggen dat je al eigenlijk 8 jaar bezig bent met het trainen van honden. Dus toen was je 14. Yes. Dus vertel me hoe je hiermee bent begonnen op 14-jarige leeftijd. Dus ik ben eigenlijk dierenliefhebber. Ja. Ik heb mijn eerste airsond gehad. Mm-hmm. Dus ik ben even op onderzoek gegaan om te kijken wat ze met die honden doen. Dus ik heb toen via YouTube een paar trucjes geleerd. Toen kwam er een trainer naar Suriname, Hendrik Gaurissing. En via hem heb ik ook heel wat mogen leren. Ik heb 3 jaar met hem gewerkt. Heel wat van hem geleerd. En daarna gewoon mijn eigen business gestart. Ja, ja. Dus toen was je 18 ongeveer? Ja, 18. Bijna 19. Ongeveer, oké. Okay. Maar dit is echt allemaal voortgesproten uit het feit dat je een dierenliefhebber bent. Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Wauw. En eigenlijk heeft internet je een beetje je scholing gegeven, om het maar zo te zeggen. En ja, ja, ja. Ja, en ik neem aan dat je natuurlijk door de jaren heen ook wat eigen ervaring hebt opgedaan en zelf ook dingen leert. Ja, ja, okay. Precies. Laat me deze vraag stellen. In Suriname, ik vind het leuk dat je zegt dat je een dierenliefhebber bent. Suriname is het eigenlijk nog niet zo goed gesteld met de manier waarop we met onze dieren omgaan. Ja, ja. Hoe vind jij dat? Want volgens mij is het best moeilijk om inderdaad je zo te profileren als een dierenliefhebber, terwijl je eigenlijk in een omgeving woont waar mensen niet zo zuinig omgaan met dieren. Ja, dus met dat wat ik doe, probeer ik mensen meer wijs te maken dat on niet alleen hoeft te zijn dat je hem gewoon op het erf hebt, hij is aan de ketting. Hond moet ook gaan genieten, dus uitgaan met je hond, lopen met je hond. Want hier zie je vaak men die gewoon een hond neemt en aan de ketting zet, want hij is gewoon een hond, hij moet waken. Maar hond is veel meer dan dat, vooral voor mij. Dus ik probeer men wijs te maken en met het trainen van honden, dat een hond meer dan dat kan zijn. Ja. Okay, maar het is best moeilijk, want als mensen inderdaad honden nemen en ze aan de ketting laten, dan zullen ze niet snel gemotiveerd zijn om ze te brengen om te trainen. Want ook, ook hondenliefhebbers, ook al bijvoorbeeld als je mensen hebt die honden niet per se in de ketting laten, dan zijn ze misschien gewoon wel een speelkameraadje en wel een vriend. Ja. Maar dan is het een stap naar echt gaan trainen, ook nog daar. Dus er zijn best veel drempels. Ja, ja. Dus het trainen is ook heel belangrijk, want soms heb je ook mensen die honden hebben die al geef je hond zoveel liefde. Ze hebben honden die niet gehoorzaam is of die bijvoorbeeld krijg vaak klanten die me bellen voor honden die binnen blijven maar binnen plassen of die naar buiten rennen of die bijvoorbeeld te wild spelen met hun kinderen. Dus vandaar dat ik die training doe, dus om ze een beetje wijs te gaan maken dat je een liever een hond hebt die gehoorzaam is en die kan luisteren. Ja. Dus niet een hond die... Ja? Uh-huh. Ja, dus niet een hond die je gewoon hebt om te spelen. En het is wel leuk om een hond te hebben waarmee je gewoon kan spelen, maar je hebt liever een hond die gaat luisteren en die gewoon sociaal kan zijn, tegen iedereen en met kinderen gewoon normaal is. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. En dus die luistertrainingen, om het maar even zo te zeggen, die doe jij ook? Ja, ja, dat is obedience. Dat is meer gewoon dat je hond hebt die gewoon netjes naast je kan lopen, gaat zitten als je het zegt. Als mensen op bezoek komen, dat je hem gewoon kan zeggen om aan de kant te gaan en gewoon daar te liggen en te blijven.
Oké. En pas als je hem roept dat hij komt. Ja. Doe je deze training bij de mensen thuis of moeten de mensen naar jou toe komen? Dus we gaan wel bij mensen thuis trainen. Maar we hebben ook klanten die bijvoorbeeld gewoon bij ons laten voor een maandje om te trainen. En dan doen we dat ook. Dus dan worden ze wel getraind. Oké. En behalve obedience, wat zijn nog meer de andere trainingen die je kan geven? Voedselweigering. Die is heel belangrijk. Dus dat je dat dan niet vergiftigd kan worden. Dat is één van ze. Okay. Uh-huh. Daarnaast doen we ook protectietrainingen. Dus dat men die ze kan beschermen. Dus een die je overal mee kan nemen in de auto. We hebben ook klanten die bijvoorbeeld reizen met hun honden. En die honden zijn gewoon getraind om in elke situatie hun baas te kunnen beschermen. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Dus dat is, we hebben voedselweigering, obedience, protectie. Dat zijn de drie belangrijkste. Of zijn er meer? Voor de meeste klanten is dat voedselweigering, obedience en protectie is het belangrijkste. Is het belangrijkste. Oké. Okay. Ja. Jij hebt, neem ik aan, ook een faciliteit waar je honden kan herbergen, want je hebt ook een hondenhotel. Hoeveel honden kan jij opvangen? Nu 30 tot 40 honden. Oké. Okay. En dan heb je dus echt kennels voor ze, waar ze in kunnen blijven s'avonds. En dan dus een plekje voor overdag. Dus die honden blijven bij ons gewoon los binnen. Het is vrij groot, dus ze blijven gewoon los. Honden die bijvoorbeeld ietsje agressiever zijn, gaan wel dan in een hok of zo. Maar dan gaan we ze dan socialiseren, dus langzamerhand gewoon houden we aan die andere honden. Oké. Boy, dit is een dagtaak. Ja, toch of niet, volgens mij? Ja, oké. Als mensen hun honden voor je brengen, omdat ze bijvoorbeeld voor langere tijd uitlandig zullen zijn, en het zijn honden die niet gewend zijn aan vreemde mensen, hoe ga je daarmee om? Ja, dus het is meer de baas niet de hond, hoor. Want meestal als we een hond hier gaat die agressief zijn, maar als de baas wat is die hond gewoon normaal. Dus je moet ook weten hoe je die hond gaat benaderen. En meestal is het gewoon de baas. De eigenaar. Ja. Oké. Dat is een hele sterke statement, want eigenlijk zeg je... Nee. Weet je wat het is? Het ligt niet aan die hond, het ligt aan die baas. Het is meer de energie die jij kaatst op die hond. Als jij bang bent dat die hond gaat beten, dan krijg je het, want die hond merkt dan dat jij bang bent en dan denkt die hond dat hij jou moet beschermen. Ja. Dat helemaal niet hoeft. Ja. Okay. Zit de hele psychologie achter? Is veel. Ja, er is best veel. Ben je nog steeds bezig om te volgen wat er op internationaal gebied ook aan het gebeuren is met betrekking tot een hondenopvang en hondentraining? Dus dat je continu ook bezig bent jezelf bij te scholen? Ja. Dus, ja. Want het is zelfscholing, dat is wat je gaat moeten doen sowieso. Dus ik ben nog bezig daarmee. Volgend jaar moet ik wel even uit landen gaan om nog een paar trainingen te gaan volgen. Maar je kan nooit te veel weten. Dus je kan elke keer als er bijvoorbeeld een nieuwe trainer naar Suriname komt, leer ik altijd wat nieuw van ze. Dus behalve dat ik met Hendrik heb getraind, heb ik ook met andere trainers getraind die naar Suriname zijn gekomen. Oké. Er komen wel vaak hondentrainers naar Suriname, want ik weet daar helemaal niets van. Dus. Maar ze komen wel. Ja. Interessant. Oké, goed. Canine Kingdom, Cordino. Dus dat is eigenlijk jouw business. En 4 maanden geleden ben je met het hondenhotel begonnen. Hoe loopt dat? Ja. Wel goed. Beter dan ik had verwacht. Ja? Oké. Ga je uitbreiden binnen, nu al, binnen 4 maanden? Ja? Ja. Dus we zijn al bezig. Ja. Op B-keuze zijn we bezig om op een groter erf te bouwen. Een groter huis ook, een groter, betere plek voor die honden, dat er meer ruimte is en zo. Dus hopelijk volgend jaar zijn we klaar. Oké, nou heel erg mooi. Ik zou zeggen heel erg veel succes met Canine Kingdom, maar zoals ik het nu hoor, denk ik dat het helemaal goed zit met jou. Komt goed. Om er geen zorgen over te maken. Maar het is wel een mooi beroep wat je hebt. En ik weet zeker dat andere dierenliefhebbers in Suriname heel erg blij zullen zijn met jou. Succes in je dank traject je en ook met je hondenhotel. Yes, thank you. En bedankt voor het gesprek. Yes, you're welcome. Is goed, thank you. Bye.
Dat was het gesprek met Cordino Seval. Hij is de eigenaar van Canine Kingdom. Het is niet alleen maar dat hij zich bezighoudt met het trainen van honden, maar hij heeft ook een hondenhotel sinds 4 maanden. Heeft u dus een hond en gaat u deze vakantie eruit en heeft u een plekje nodig waar uw hond kan achterlaten, dan is het misschien goed om contact op te nemen met Cordino. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.